Ja, een hele goede avond allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 6 december. Het is nu net bijna 9:10. Ja, want dat kun je net niet zien, denk ik, bij mijn klok hierachter. Maar het is inderdaad 9:10. Ik laat het wel even zien. Kijk. Ja, en ik ga jullie meenemen in het bereiden van iets heel lekkers. Letten jullie op? Ik ga wel wat vertellen hoe en de wat. Dat wel. Maar ik ga met deze pan aan de slag. Alleen jullie, ik ben een beetje onthoofd. Maar ik ga hier dus eerst water in doen. Nou, dan weten jullie denk ik al wel wat ik ga maken. Maar dat laat ik even aan jullie over. Dus, hier ga ik eerst water in doen. Goed water. Zeg dat 2 liter, maar... Ik doe even iets meer. Altijd. Gevoelsmatig. En dan ga ik ook nog wat lekkers koken voor de honden. Zo. En ja, mensen, dit is een hele zware pan. Wat men niet altijd even leuk vindt. Zo, hartstikke mooi. Ja, ongeveer 2 liter. Hartstikke idee. Die doe ik op het vuur. Zo. En dan gaat dit ook weg. Hartstikke idee, heb ik niks aan. En ik heb namelijk boodschappen gehaald. En dat zal ik ook zo meteen laten zien wat ik heb gehaald. Maar ik ga eerst nog even een andere pan erbij pakken. Voor de honden. En ik zou ook nog wat voor de honden koken. Dus. Dat ga ik ook maar gelijk even doen. En dat is gewoon in principe lekker makkelijk. Macaroni. Met ham. Dat hebben ze wel verdiend. Het is lekker koud. Doe ik ook lekker op het vuur. Lekker aan. Zo, ik heb hier nog volgens mij... Nee, alles... Nee, lekker niet. Oh, fijn jongens. Lekker. Nou, ik zet het wel even daar neer, anders pleur ik het weg. Oh, goed. Iemand anders die zou zeggen, je bent gek. Ja, ik weet het. Ik ben ook gek. In mijn hoofd, zo af en toe opgepland. Ja, eens even kijken. Heb ik dat nog hierin? In deze kast? Of heb ik dat niet in deze kast? Heb ik dat waarschijnlijk? Nee, dan is dat dus wat anders. Ja, ik ben even aan het kijken. Voordat jullie afvragen van waar is aan het kijken, nou, ik ben even aan het kijken, want dit zijn linzen. Dan denk ik van wat gaat ze dan maken dan? Nou, iets. Die doe ik even daar maar. Prima. Die hebben we daar. Ik dacht dat het nog een broodje, dan is het waarschijnlijk beneden. Maar ik ga niet helemaal naar beneden lopen. Geen zin in. Nee, geen zin in. Mooi. Die gaat erop. Allebei. Mooi. Lekker chippy voor vanavond. En nee mensen, dat gaat niet allemaal in één keer op. Nee. Die tijd heb ik gehad hoor. Laat dat nu en nu dus nog niet zien naar Rode Rick, want die gaat helemaal zeggen, dat lust ik niet. Prei. Daar beginnen we even mee. Prei. En ik pleur even nog wat gelijk eventjes in de koelkast. Dat is ananas en champignon ook nog even in de koelkast. Gelijk maar even. Dat maar weer gehad. Dan heb ik...
Zo. Dan heb ik een zelderij. Ja. En dan doe ik dit eventjes nog in de... Ik had eigenlijk twee moeten hebben, maar... Maar ja, maakt niet uit. Geeft niet. Kan gebeuren. Die daar. Dan heb ik ook nog wat anders lekker. Krabbertjes! En daar heb ik twee van. Ja. En heb ik nog... Wat gaat er ook in? Varkenspoten. Ja. Dus wat ga ik maken, mensen? Vertel het eens aan mij. Wat ga ik maken? Je hebt het inderdaad. Oké. Snert. Verse. Snert. Zou Roderick dus helemaal niet leuk vinden? Hij houdt helemaal niet van groenten. Laat staan. Snert waarschijnlijk. Met groenten erin. Want, oh, er gaat uien in. Er gaat prei in. Maar dat weet hij allemaal niet. En er gaat ook nog eens een keertje. Een knol heen. Een knol. Geen paard, maar een knol zal eruit. Ja. Een knol. En er gaat ook nog. Eien doorheen, maar niet zoveel hoor. Nee. En er gaat ook nog lekker. Goed voor je ogen. Peentjes doorheen. Ja. Ook dat nog, inderdaad. Maar ik dacht dat ik er twee had. Voor die zakjes nog eentje. Maar... Vergis me eens even. Dus dat kan ook gebeuren. Maakt niet uit. Mooi. Dan ga ik deze even omspoelen. Zo, dan moet ik even wat kijken of er al wat het een of ander kookt. Nee, nog niet. Dus, ik heb mijn gootsteen in principe schoon, maar ik vertrouw er nog wel op. Want ik moet nog wat even nu wat gaan uitspoelen. En dat zijn de spitetten. Eigenlijk ben je er gewoon vanuit gaan dat je er... Even kijken hoe mensen dit schrikken. Ik kan daar in principe heel slecht tegen als ik iets denk en dat het niet zo is. Koud water, afspoelen die handel. En dat doe ik mooi in de verriet. Ja, daar zit nog één kleintje in. En die is er ook niet uit. Mooi. Komt allemaal viezigheid af. En van die spitsetten namelijk. Heel veel. Kijk, met een statief. Dan kan ik jullie gewoon wat makkelijker meenemen. Zo.
helder water, bijna. Want zo ver moet je gaan met uitspoelen dat je helder water hebt met splitwater. Zo en zo is het mij geleerd. Kijk, ik zie niet nog echt dat het... Ja, ik laat wat vallen in de gootsteen zelf. Kijk. Even laten rillen. En hartstikke idee. Dat is gedaan. Ik heb hier nou een handtassen, wat eigenlijk ook niet nodig is. Maar oké, okay, maakt allemaal niet uit. Hè? Nee, maakt allemaal niet uit. Helleet, nee, het maakt allemaal niet uit, hè? Nee, hè? Ik dacht het al. Wow. Macaroni eventjes in de pan doen. Ja, een hele zak. Ga ik erin doen. Vind ik leuk. Waarom weet ik niet. Nee. Ik ga het wel doen. Lekker voor de hondjes. Zo. Hup, nog even hier. En als we onze spitetten erin gaan, en dan ga ik ook gelijk in de krabbetjes erin doen, zometeen. Want dat doe ik wel. Zo, de macaroni zit erin. Begint deze ook al bijna te gaan. Ja, nou ja, en te gaan wil ik niet zeggen, maar... Volgens mij begrijpen jullie wel wat ik bedoel. Hoop ik toch. Kijk, uien kunnen gewoon in de bak erbij. Ik ging er eigenlijk vanuit dat ik dus twee splitterten had. Maar dat komt wel goed. Zo. Extra uien, maar dat gaat er niet allemaal in. Kijk, scheelt weer. Wel even 4 grote uien of 6. Even kijken, 3, 4, 5. Ja, ik doe er 5 voor nu. Dat ga ik niet gelijk snijden. Ja, en ik had voor vandaag pizza gemaakt, maar dat krijgen ook lekkere hondjes. Het is weekend, hè? En de twee zusjes en die kunnen delen. En zo. Lady, kom eens. Kom eens. Kijk eens. Happen. Die is voor jou. En die is voor jou. Pakken. Ja, lekker. Joepie, we krijgen wat lekkers. Nee. Doen we niet. Geen zin in. Hè? Dacht ik al, geen zin in. Zou ik ook niet doen hoor, als ik jou was. Het zit ook allemaal hier fout. Oh, 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 oh. Even niet schrikken, ik doe eventjes een beetje dit dicht, open, dicht. Prima. Ik moet toch de hele meuk hebben hier. Even zonder olijfolie erbij in en bij de macaroni, want anders gaat het aankoeken op de bodem. Olijfolie. Een beetje olijfolie erin. Ook een beetje lekker voor de smaak. En zodat het dus niet gaat plakken aan de bodem. Dus dan gaat het weer eventjes roeren.
Zo, even kijken. Ja, die is bijna aan het koken. Dat is mooi. En Roderick, die moet dit dus echt niet zien wat ik nou in huis heb. Echt, gewoon niet. Nee. Ja, ja. Deze kookt ook bijna. Hier even controleren. Dan ga deze even zacht. En deze kookt bijna. Dus ik doe hem er gewoon alvast in, want dan de macaroni is ook bijna klaar. Dus gelijk met de macaroni er zo in. Gaat allemaal goed. Oh ja, eventjes de vlees erbij in. 1, 2, 3 en 4. Ja, dat kan. Mooi. Dan gaat de krabbertjes er ook lekker bij in. Dat is juist lekker. Zo. Even wel een beetje los van elkaar halen, want de krabbertjes en die zitten altijd dus aan elkaar. En jullie staan volgens mij een beetje scheef. Zo, hoop ik dat nou goed is. Daarom, kijk, daarom zeg ik al, de krabbertjes zitten aan elkaar. Laat het even zien. Kijk, als je het pakt, zitten ze dus aan elkaar, kijk. En dan haal ik dit, kijk. En dan gaat het dus zo in de pan. En kijk uit, ja, het is heet. Het water is heet. Zo. Wat is dat? En dan gaat de pootjes erin. De varkenpootje. Lekker! Oh, daar is ik al. Roderick, die weet niet wat er overkomt. Echt gewoon niet. Verse snit? Kent hij niet. En groenten? Moet hij ook, mot hij ook niet. Zo. Top. Top. Gooi dit even allemaal mooi gelijk even weg in de vuilnisbak buiten. En nee, dames, jullie gaan niet mee. Zo, even de macaroni ervan afhalen. Ja, de macaroni even ervan afhalen inderdaad. De macaroni eventjes in de vergiet. En die ook eventjes weer terug op de pan. Deze. En dan blijft er toch wel weer wat aanplakken. Hé, tuurlijk. Niet heel veel, maar kijk, het gaat gewoon wat makkelijker van de bodem af. Als je dus olijfolie gebruikt. Ik zie niks. Ja, dit is voor jullie straks, ja. Zo. 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 Even het vuur uit van deze
van. Helemaal uit bedoel ik dan, hè? Daarmee. Deze nog even controleren weer. Sowieso. Zo. Gaan we echt hier liggen, dames? Oh, 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 oh. Echt waar, serieus, ladies. Oké, dan. Maar ga ik deze eventjes afspoelen met heet water. De macaroni. Zodat al die vieze drappen vanaf gaat. Moet ik zo meteen dus mijn rode koekpan hebben. Ga daar eens weg, schat. Dat wil ik niet hebben. Dat is niet handig, hè? Jut, Jutty. Dat is niet handig, hè? Nee. Nee, is niet handig. Hey. Nee, is niet handig, hè? Zo. Even los van elkaar halen en maken. Nou, dan gaat dit dus zometeen gewoon weer terug de pan in. Laat ik het even lekker afkoelen. En dan ga ik verder met het normale eten. Hoi! Nee, niet. Ik dacht even Roderick, maar nee. Kan ook niet, hè, als hij op zijn werk is en hij is er pas om over een uurtje klaar. Kijk, nou komt er al schuim. Dat is mooi. En zo vaak maak ik het niet, dus ik moet zo wel even kijken van hoe ik ook weer die knol zal eruit moet doen. Sowieso. Nou, dan gaat de macaroni er weer terug in de pan. Wat hebben wij allemaal te pakken, dame? Oh, klijf, oké. Zo. Dit is dus een pan macaroni voor de honden. Kijk, er komt al schuim. Die schuim die moet je er vanaf halen. Dan doen we dat ook maar, hè. Ja. Nou, dat ga ik even doen.
Zoals jullie wellicht al wisten, had ik dus gisteren te weinig spiterwten. Ik heb dus net nog even gehaald. Ik heb één zak hier erin. En ik doe nog een tweede zak erin. Ik heb in totaal nu net even drie zakken gehaald. Maar ik doe eerst even gewoon twee zakken. Zakjes. Lekker vies hier. Lekker rare kleur. Van het groen. Ja, je moet ze even schoonmaken zelf. Zodat het water gewoon weer normaal helder is. Wat ik dus visdraven dat al zei. En het water is bijna helder, dus dan laat ik hem ook even hierin staan. Want ik doe een bord er bovenop, en voor de dieren. Voor de katten bedoel ik. Katten vinden dit ook nog wel eens lekker om hier uit te kunnen vissen. En om dat te voorkomen, gaan we dat niet doen. Mooie kleur, weer bijna helder, bijna. Kijk, nou is je weer mooi, helder qua kleur. En dan doe ik een groot bot erop overheen. Kunnen de dieren ook niet aankomen. Nou, tot later vandaag. Nou, zoals ik dus al eerder zei, had ik mijn spriterwten gewassen. Maar ik doe het nog even een keertje, want het is aardig hard geworden. Dus ik ga het nog even spoelen. Kunnen jullie wel even meekijken. Ja, je moet het toch even weer... Ik doe knal jullie even naar beneden. Oh god. Weer eventjes zo even kijken. En daar staat nog in de achterkamer en zo'n bak. Zo. Heb ik alles weer los. En dan gaat alles dus zometeen in de pan. Zo. Ga ik jullie weer even omhoog halen. En weer mooi zien wat ik ga doen. Zo, ik ga sowieso even vuur weer aan doen. Vuurtje omsteken. Zo, en dan heb ik dus hier. Hier nog een bak. Ja, dat weet ik. Dat weet ik wel. Of je die bak eventjes schoon wil maken. Vast. Laag! Move! Sorry, dat was ook niet zo bedoeld, zo hard, maar... Kijk uit waar je me... Waar die dit ding neer zet, schat. Ja, hebt het daar, hè? Ja, maar tegen mijn telefoon per ongeluk aan. Hier, je telefoon? Ja, tegen mijn telefoon aan.
Zo, dus twee zakken gaan dus nu hierin. Zo, die even daar. En dan gaat het gewoon weer even hartstikke mooi zo. Deze gaat erop en morgen. Dus daar ga ik weer even op wachten. En dan gaan we zo meteen even eten, TP. Dus we gaan weer een lekker Turks pizza. En daarna gaan we even lekker aan de slag voor morgen. Ja, en stoelen. En hij gaat stoelen in elkaar zetten. Ik niet, jij. Ja, ja. Wat? Weet je hoe lang dat kost? Hm? Dat was 2 uur. Wel nee. 2,5 uur. Wel nee, en je weet nou hoe het moet. Dat scheelt. Nou, hè. Zoveel kan ik nou niet vloggen omdat mijn filmen. Omdat mijn telefoon half leeg is. Maar ik heb wel even aan het opladen. Maar ik ga nu even nog even uien snijden. En die ga ik er ook even bij in doen. En bij de snert. En dan lekker door laten sudderen. Dus dat ga ik dus nu even doen. Zo. Past die? Misschien kun je even helpen met fixeren. Ik kom eraan. Nou, ik moet even Rauw even helpen, dus ik kom zo weer aan.
Kijk, het ziet er al zo uit. Zo. Nou, en van die prijs zie je dus ook zo meteen helemaal niks meer. Gaat zo erg slinken en helemaal niks meer ervan zien. Echt geweldig. Snert. Ja. Nou, en dat laat ik even nu lekker zachtjes sudderen. En dan kom ik weer later bij jullie terug. Ja, nou, dit was alweer even het leuke kookvlog met koken met Karin. Met Snert. Ja, nou ja, Snert staat nog wel op het vuur. Maar wil je nou meer kookvlogs van mij zien? Doe vooral dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en doe het belletje aan. En inderdaad, als je wat meer kookvlog wil hebben, reageer dan. En dan, misschien wil je iets hebben dat ik maak. Ja, leuk. Dat is leuk. Dus zou zeggen, schrijf het even onder en dan ga ik dat zeker doen. Dus dank jullie wel voor het kijken naar deze kookvlog. En tot de volgende keer maar weer. Doei!